Nou, dames en heren, het is zover. Voor het eerst hebben we in de gemeente Dalfsen een echte buitenlandse supermarkt. Het werd tijd ook. In Nieuw-Leuzen hebben we de primeur. Sinds kort hebben we daar Joep Polakka. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het is een winkel met speciaal Poolse producten. Ook geschikt voor autochtonen natuurlijk. En ik denk, laat ik eens even kijken en een praatje maken met Paula, Andy en Anja. Want dat zijn de eigenaren en de beheerders van deze mooie nieuwe winkel. Ga je mee? Dag. Hallo. Mag ik u wat vragen? Ja, tuurlijk. Ja? Want jij bent van deze winkel, hè? Dat weet ik al, hè? Paula, hè? Ja, klopt. Ja. Paula, is dit jouw winkel? En van mijn ouders. Van je ouders? Ja. Oké, maar jij moet ook een beetje meehelpen. Ja, tuurlijk. Dat is altijd gezellig. Ja? Ja. Jullie hebben hier een nieuwe winkel, hè? Ja, klopt. Hoe oud is hij? Hoe lang zitten jullie hier? 3 weken, ongeveer 3 weken. 3 weken nog maar? Ja, is niet zo lang. Ja. Geweldig. Ja. En wat is het voor winkel? Want ik zie voorop staan Polakka. Wat betekent Polakka eigenlijk? Dat betekent bij een Pool. Bij een Pool? Omdat het een Poolse winkel is met heel veel Poolse producten. Nou, bijna alle producten zijn uit Polen. Ja? Eten, drinken, stoepen en zelfs. Al deze producten die importeren jullie ook rechtstreeks uit Polen? Ja, allemaal. En dat zijn dus, ja, ik neem aan allemaal producten die in Polen heel populair zijn. Ja. He, die een soort thuisgevoel geven. Zoals een Nederlander die wil hagelslag kopen als hij in het buitenland zit. Ja. En pindakaas, hebben jullie dit soort producten? Klopt. Ja. Wat leuk. En jullie wonen zelf, hoe lang woon je al in Nederland? 5 jaar. 5 jaar? Ja. En waar woon je in Polen? In Szczecin, helemaal bovenaan, heel dicht bij Duitsland. Oké. Ja. En je vader en moeder die zijn hier ook in de winkel. Ja. Ik heb ze al gezien. Kijk, pa die heeft daar net een klant te behandelen. En moeder die staat daar bij andere klanten. Bij de vleesbalie is dat denk ik. Daar gaan we zo even kijken. Dus jullie doen het echt met z'n drieën. Ja. Met het hele gezin, hè? Ja. Wat leuk. En zijn je ouders, hebben die eerder een winkel gehad? Of is dit helemaal nieuw voor jullie? Dat is helemaal nieuw. Het is de eerste winkel. Ja? Ja. Dus echt helemaal proberen? Ja. Wat leuk. En hoe kom je dan in Nieuw-Leuzen terecht? Ja, jullie wonen hier denk ik, hè? Ja. Nou, ik wil altijd in Zwolle wonen, in een grote stad. Mijn moeder houdt meer van rust, niet zo druk en zo. Dus vandaar Nieuw-Leuzen. Ja, zit je ook in Nieuw-Leuzen op school? Of heb je nee, in Zwolle. Ja, nu in Zwolle, ja. Maar je hebt hier ook al op school gezeten? Nee. Ja, in Oud-Leuzen was mijn eerste middelbare school. Oh, in Oud-Leuzen? Op de basisschool. En dan op de Dominicaanse meer school? Ja. Ja. Nou ja, heb je geluk gehad, dat is de beste school die er is. Ja, klopt. Ja, echt wel, ik weet het. Zeg maar, kunnen we even door de winkel gaan, ja, hoor, Paula? Want heb je nou eens typische Poolse producten die je me eens even kan laten zien? Verschillende sausen, we hebben echt verschillende sausen. Dit zijn allemaal sausen? Ja. En is dat nou, zijn het nou spullen die je in Nederlandse winkels niet kunt kopen? Sommige wel. Meeste niet. Maar meestal wel. De meeste niet. Maar ik zie hier bijvoorbeeld Bigos. Kerst eten we dat meestal. Met kerst eten jullie Bigos? Ja. Dat is typisch een kerstgerecht. Ja. En wat zit er dan in de Bigos? En worst. Met worst. Ik weet zelf niet, want ik maak het nooit. Nee, dit is meer voor de koks. Ja. Maar goed, dat komt ook niet zo precies, maar dat is echt een kerstgerecht. Dus. Ja. En dit is het sausje wat erbij hoort. Ja. Ja. En dan zie ik daar allemaal soepjes. Hè? Ja. Gorachi Kubek. Ja. En die zijn dan wel weer van Knorr, hè? Ja. Dat is een Nederlands merk. Echt? Ja. Ja, het brood is ook heel verschillend. Brood? Echt alles. Bijna alle producten van Nederlands en Pools zijn echt heel verschillend. Ja. En jullie hebben ook brood, zie ik. Ja. Daar hier hebben we brood. En wat is er dan typisch Pools aan? Weet je dat ook? Nou, hij is best wel hard. En je voelt het eten. Na 1 stukje brood word je al vol. Oké. Okay. Dat is het. Hij is vol. Ja. Hij is wat dichter. Ja. En 1 keer of 2 keer in de week krijg je nieuwe donuts, Poolse donuts en zo. Dat is lekker.
Het is een shirt van elkaar. Dat is Andy, hè? Ja, dat is ik. Dag Andy. Dat is Anja. Hallo. Andy, wat heb je voor lekkers in de etalage liggen? Nou, hier is appeltaart. Appeltaart? Ja. Ja, want dat is een specialiteit voor die Poolse leute, voor die Weihnachten zo. En dan voor geboorsdag, zo die kokisch. Ja. En dan is normale, jak se to nazywa? Kaas. 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 Kaas, ja. En deze is met die apfel. Kokisch. Deze is kaas met die chocolade. Die kiasta, of hoe moet ik dat uitspreken? Ciasta. Ciasta, ja. Poolse ciasta. Dat is echt, dat ziet er heel Pools uit. Ja, ja. Klopt. Ik denk ook als je zo'n vierkantje ervoor op hebt, dat vult lekker. Ja, lekker hoor. Ja, laat ik proberen. Mooi. Hebben jullie ook nog familie wonen in Nederland? Ja, best wel veel. Ja? Tante en oom. En ja, mijn opa is nu ook bij ons, dus ze komen best vaak naar ons toe. Opa die woont nu ook hier bij jullie? Ja, een tijdje. Hij gaat hij is een beetje op vakantie. Ja, voor weinig. Ja, voor weinig. Voor weinig als volle. Ja. Dat is ook mager, een beetje. Er komen ook veel Nederlanders naar ons toe. En ja? Ze kopen één keer worst en dan vinden ze lekker en komen ze vaker. Is deze worst lekkerder dan zeg maar de Nederlandse worst? Ja, dat zou hebben ze ook. Ja, zou ik ook zeggen dat ik jou was hoor. Maar vertel eens, wat is er dan bijzonder aan? Ja, proef maar als je wilt. Je zelf zaken, smaakt het dan niet. Oh, kijk eens, jullie zijn ook wel gastvrij dat hoor. Is, ham, dat is die Poolse, ook gurken. Dat kan ik kopen hier in Nederland. Nee? Ja, nee. Die niet. Dat zijn typische Poolse augurken? Ja, typische Poolse. Nou, dan gaan we die proberen. Ja, een andere smaakt. Appelsmaak. Oh ja, daar zit echt een andere smaak aan. Ja, klopt hè. Ja. Ja. Dieper. Ja. Ja. En dat is die vlees, speciaal dat. Dit is ham, Andy? Ja, dat is ham. En dat vlees komt ook allemaal bij jullie uit Polen zelf? Klopt. Ja. Ik heb een goede bedrijf in Polen. En dan die bedrijf mag ik die goede worst, alles. Dat is geen fabriek, niks. Nog privaat bedrijf. Ja? En dat is dezelfde procedure wie 40 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, ik zie wel dat vlees eten is echt een ding voor jullie. Hè? Dat is echt worst. En ik zie echt heel veel soorten worst. Ja. Ja, dit is ook speciaal worst. Dat is ham, namelijk Griekse ham. En dan met die gurken erbij, met de groenten. Oh, dat is alles dat een beetje ook donker. Ook proberen, ja, dat is ook zo. Hoe heet deze ham, Mandy? Wat voor naam? Dat is ham, Griekisch ham. Griekse ham? Griekisch ham, ja. Ah ja. Ja. Hier hebben we toetjes. Ja. Boter, salades. Goudse kaas, die komt dan wel weer. Die gaat eerst van Nederland naar Polen en dan weer terug. Ja, dan terug. Ja. Niet handig. Maar Poolse kaas is ook goed. Ja, oké. Okay. Ja, die heb je hier ook. Oh nee, dus Edam is ook Nederlands. Ja. Mooi. Nou ja, maar dit zijn ook wel een soort van herkenbare dingen, Paula. Hè? Die kennen we ook wel uit de. Uit de Nederlandse winkel, hè? Klopt. Melk? Ja. Of smaakt die melk ook anders dan bij ons? Je ligt er aan welke melk. Ja? Sommige melken smaken hetzelfde, maar sommige ook niet. Nee, oké. Het is echt verschillend. Ja. Dit zijn wokmaaltijden. Ja. Met groenten en zo. Ja. Mooi hoor. En dat is een bier. Hier gaan we Pools bier drinken. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als je uit Polen komt, dat je zegt ik wil ook mijn eigen biertje drinken. Ja. Hè? Als je gewend bent aan Poolse bier. Dan. Ja, dat doen Nederlanders ook niet. Je moet zo nodig altijd Heineken hebben. Nou, dat zijn gewoon kleine drankjes die echt lekker zijn en verschillende smaakjes hebben. Hier heb je met appel, met kiwi. Appel met mint. Is echt verschillend, ook lekker. Maar er zit geen alcohol in, hè? Nee, gewoon normaal. Dit zijn gewoon flesjes drinken die. Want dat vind ik dan wel weer typisch. Die zie je hier, dacht ik, minder. Nee.
Klopt. Er zit zo'n mooi ringetje aan. Ja, en daar hebben we meestal tekst aan. Als je open doet. Ja, dan open doet. Daar komt er een tekst uit. Tekst uit. Ja. Oh, wat grappig. Dat ik, ja. Gaan we even proberen. Dan voor die. Daimi Tsawusa. Dat is schrijven. Give me kus. Geef me een kusje. Oh, zo ja. 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 En dan voor alles anders, anders schrijven. Oh, daar zit dat een beetje spanning beetje op zo'n ja. Ja, klopt. Is het ook de bedoeling dat je die aan een meisje geeft? Of een ja, dat is goed. Doen ja. Ze dat kleine kinderen, pubers, meestal doen ze gewoon hier een drankje voor jou en dan staat er op zoiets. Ja. Ja. Geef me een kusje, dan moet je eerst een kus geven, voordat je mag drinken. Ja. Nou, dan gaan we het even proberen. Ja, dat is heel goed. Nou mensen, dan gaan we deze ook even proberen. Ik duw hem even. Dat dit smaakt apfel. Met de bruskvinje. Perzik. Appel met perzik. Appel perzik? Ja. Nou, daar gaat hij, hè. En? Hij is gewoon lekker. Ja? Ja, heerlijk. Het lijkt veel op appelsap. Ja, klopt. Maar er zit ook een perzikje inderdaad door. Nou, die kusten hebben we het later nog over, goed? Ja, is goed. Dat betekent koe. Koe? Ja, een koe. Krovka? Krovka. Krovka. Ja, dat is van een... Dat zijn snoepjes? Ja, ze zijn lekker snoepjes. Die kan je hier echt niet krijgen. Nee. En ze zijn lekker. Ja? Ja, ze zijn wel lekker. Dus die moeten we eigenlijk, die moeten alle nieuwe leuzenaren en oud-leuzenaren en Delsenaren ook eens even proberen. Ja, als ze het lekker, als ze van snoepen houden dan wel. Ja. Ja, lekker zoet. Ja, mooi. Ja, want het zou natuurlijk wel mooi zijn als Nieuw-Leuzenaren ook eens even hier komen snuffelen. Ja, en niet alleen maar Poolse mensen, maar natuurlijk. Ja, ja, erg leuk. Nou, mooi. En wat hebben we hier voor spannends? Dit lijkt wel een beetje een borreltje. Ja, dat is voor een taart en zo. Een beetje smaak van de taart geven. Voor een smaakjes. Oké, okay. Citroensmaak, sinaasappel. Ja. Vanille. Oh ja. En citroen. Ik dacht dat daar stiekem een borreltje in verstopt zat, maar dat valt mee. Want alcohol mogen jullie denk ik, ja bier wel, maar ja, bier geen, wel. Geen zwaarder alcohol hè? Nee, dat doen we niet. Nee. Wat vind jij nou een belangrijk verschil tussen Nederland en Polen? Je hebt 11 jaar in Polen gewoond en nu 5 jaar hier. Verschil. Want je gaat ook nog eens terug naar Polen denk ik. Ja, in vakantie ga ik meestal in Polen. Vakantie vieren met mijn vrienden. Nou, verschil. Ja, eten is heel verschillend en gewoon mensen, cultuur. Iedereen hier, iedereen accepteert je hoe je bent en in Polen ben je zo. In mijn stad zie je geen Marokkanen of donkere mensen zien lopen, nee. Nee? Zij zijn heel racistisch. Racistisch? Ja. Ja? Meestal wel. Oké. Okay. En dat vind ik zo mooi aan Nederland, dat het Nederlands niet zo racistisch is. Hmm. Jullie wonen hier met plezier? Ja. Want heb je ook wel eens het idee dat je in Nederland een beetje, nou ja, dat er om je heen gelopen wordt omdat je buitenlander bent? Daarvoor was ik wel eerst bang. Maar toen ging ik naar school, toen kreeg ik Nederlandse vrienden en nu ben ik echt niet bang voor ofzo. Nee? Nee, nu gaat het wel eens goed en zo. Want je hoort natuurlijk ook aan jouw stem wel dat je een exotische kleur hebt, zeg maar, die klank. Klopt. Maar daar word je niet vreemd om aangekeken? Nee. Hè? Ja, fruiten en groenten. Ja, mooi. Ja. Dat vind ik zo mooi, want Nederlandse groenten en fruiten hebben niet zo echt niet echt een goede smaak. Maar Poolse groenten of fruiten hebben echt goede smaak. Dat je echt gewoon, als je een tomaat eet, dan voel je tomaat echt. Ja? Geen water of zoiets. Nee. Nee, dat is het niet. Maar betekent dat dit ook een soort van biologische groente is? Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, zo. Want daar zit toch vaak een smaakverschil op. In Nederland wordt die door de niet-biologische telers nogal eens opgeblazen met water. Daarom. Ja, en in Polen niet, meestal niet. Oké. Nou, daar hebben we de chips van Lees, maar die kennen we. En wat is dit voor moois? Dat is een thee. Oh, dat is thee. Ja. Saga betekent thee? Ja. Nee. Gewoon is een merk. Ja. Ja. Nee, hier heb je ook Antethee, Rogina, familiethee, soort van familiethee. Oh, ja. En hier ook Minutka. Betekent 1 minuut en dan is het klaar. Ja, Minutka, ja. Ja, en leuk. Lipton, nou, dat is wel populair in Nederland. Lipton Ice, ja, ja. En cacao. Cacao. Zo, zo kan wel die zelf maakt. Leuk. En verschillende koffie. Ja, jullie hebben heel veel producten eigenlijk, hè? Dat is natuurlijk, je winkel is niet zo groot als een supermarkt, maar je hebt toch wel ontzettend veel producten, merk ik. Ja.
Dit is echt iets wat we in Nederland niet kunnen krijgen, Andy, hè? Nee, dit niet. Die baguette, dat is voor vlees, soep, saus. Dat is alles klanten samen met die eentje. Ja? Dit zou een nieuw leuzenaar echt eens moeten proberen. Ja. Samen met worst. En dat hoort dan ook op worst. Nou, nee. Oh, en de worst. Ja, en de worst, ja. Nee, dit doe je op groenten. Ja. En het is een mix van knoflook, ja, wortelen, alles, alles uien. Dabei, alles daarbij. Dat alles daarbij. Wanneer je kookt, dat is zo soep of wat anders. Nu kleine stukje maken daarbij. En dan die soep hebben perfect smaakt. Is het een poeiertje? Ja. Ja, dat is zo. Dat is poeiertje, ja. Oh ja, dat kun je zo strooien. Ja, ja. Nu een beetje zout maken. Ja, en dat is zo. En dat, is, dat doen jullie smaak. Elke dag op het eten, Anja? Ja. En dat is ook anders gemaakt. Ja, wat is dit voor groene? Ja, dat is ook voor groene, maar het was anders daarbij. Knoblauch, dat is beetje. Dat zijn niet bogaat smaak, maar ja. Rozemarijn. Dat is grachtig. Aromaat. Rozemarijn. En dit is ook een speciaal product. Wat is het? Poolse product. Dat is ook niet kopen hier in Nederland. Soepconcentraat. Soepconcentraat, dat is die rode soep. Ja, dat is. Machine bouillon. Machine bouillon in Holland. Ja, maar dat is ook traditie voor Polen. Ja. Kun je zo aanvullen met water? Ja. Voor Weihnachten maken speciale soep met dat. Elke huis in Weihnachten maken dat soep in huis. Ja. Traditie. Ja. Oké. Okay. Dat is zo. Oh, dat moeten we echt allemaal eens gaan proberen hoor. Ja. Dat ik moet zelf op en zelf komen kijken, proberen zo. Ja. En dan bij. Paulus, jeszcze powiedz, są te przyprawy do surówek. Dat zijn ook verschillende sausen voor salade en zo. Ja. Knoflook, paprika. En olie daar is, en de saladki. Beetje olie erbij, een beetje deze. En dan bij de salade heeft een andere smaak. Natuurlijk een andere lekkere smaak. Oké. Misschien moesten jullie maar een keer een demonstratie geven, hè? Hoe ja, daar komen mensen wel op af, hoor. Ja. Als ze maar meteen zelf kunnen eten. Ja, ik geloof dat. Nou, erg leuk. Nou, ik vind het geweldig. We gaan eens een beetje publiciteit maken voor deze mooie winkel. Ja, dankjewel. Want het is ook voor Nieuw Leuzen fijn dat hier weer een winkel in zit. Ja, nee, want al die lege winkels, dat kunnen we echt niet hebben hier. Nee, een beetje leeg dan. Ja, dat is leeg. De buren, die moeten ook nog weer een nieuwe winkel in. Ja. En nou, ik wens jullie, denk namens heel Nieuw Leuzen en omgeving, heel veel succes. Ja, heel dank je wel voor de mooie toelichting en het lekkere hapjes. Dank je wel. En het drankje, daar ga ik nu op maken. Ja. Hier komen alle mensen, komen bij ons, proberen worst alsjeblieft, alles zo, wie vriendelijk is, dan kost niks. Nou, kijk eens aan. Komen, proberen, kost niks. Mooie uitnodiging voor 2017 ook. He? Dankjewel, ja, 2017, ja. Dankjewel. Happy New Year voor jou alles. Ja. Veel bedankt. Nou, dan gaan we het eens even proberen. Ik ben heel, heel benieuwd. Zeg Verdajansen. Heerlijk betekent dat. Allemaal even naar Polaka, mensen.